Ik vind het zonde, ik vind het zo zonde van mijn mooie huisje waar ik echt alles in heb gestoken wat ik heb. Ik ben een brok zenuwen. Als je een kip zou zijn, dan ga een kip van de leg als je helemaal van in de war is. Nou, je raakt er dus helemaal van in de war. De renovatie duurt nu reeds weken. Veel bewoners zitten ook in deze storm nog steeds met noodramen, vastgeplakt met duct tape. Dat hebben ze op het laatste moment moeten bestellen. En dat scheurde met het plaatsen van de ramen. Dus zit dat met duct tape vast. En een plaatje hardboard wat je niet goed vast kan maken omdat het metalen kozijnen zijn. Maar ik ben er niet gerust op met deze storm. Ik heb mijn huis leuk gemaakt. Daar ben ik graag. Dat is mijn pleisje. En dat is gewoon weg. Het is gewoon, de stoelen, je poten zijn onder je stoel vandaan gehaald. Je bent zo zuinig op je spullen en zo zuinig op je woning, dat ja, totaal maakt het je verdrietig. Woningbouwvereniging BAM was weken onbereikbaar voor de bewoners. Maar nu zien ze in dat het niet langer zo gaat en geven hun fout toe. Nu blijkt, toen we gestart zijn met de werkzaamheden, dat een aantal gevels heel erg afwijken. Het is natuurlijk lang geleden gebouwd. Best wel wat afwijking, blijkt dat elke woning toch andere maatvoering heeft. Worden zij gecompenseerd? Nou, we zijn inderdaad met de opdrachtgever daarmee bezig. Wat is een soort standaard compensatie zou je kunnen voorstellen voor alle bewoners. Er zit een stukje in voor eventueel aanpassing van je binnenwerkzaamheden. Als er vervolgens nog extra schade is, de gevolgen van de werkzaamheden zelf, dan is dat voor ons altijd de oplossing dat wij dat voor de bewoners opknappen. Dus daar blijven de mensen niet met schade zitten.